Hallo dames en heren, welkom bij de les van aardrijkskunde. Even voordat we beginnen, een aantal van jullie hebben deze les al gehad. Hij werd namelijk de donderdag gegeven. Dit is eigenlijk voornamelijk bedoeld voor de mensen die er dus afgelopen donderdag niet waren. Dus voor jullie is deze les waarschijnlijk nieuw, want het gaat over de mensen en Brazilië, dus hoe de steden et cetera zijn gebouwd. Voor degene die er waren, die hadden al de nodige informatie gekregen. Maar in principe is dus de bedoeling, wij gaan vandaag wat aantekeningen doen. Het gaat over het menselijk gedeelte van Brazilië. In ieder geval wat de mens met de natuur heeft gedaan. En de eerstvolgende les, dat is aankomende donderdag, dan ben ik er weer. Dan gaan we aan de slag met de groepsopdracht. Dus ik raad je vast even aan om een groepje te maken van zo'n 4 tot 5 man. 3 mag ook. En dan gaan we daarmee aan de slag. Maar deze aantekening is dus voor de mensen die de afgelopen donderdag niet waren. Dus jullie moeten dit wel even overnemen. Want dit is namelijk Brazilië, het laatste onderdeel die wij behandelen voordat we beginnen met de opdracht. En de opdracht zal ik binnenkort het een en ander over vertellen. Het gaat over natuur en mens, dat is de aantekening. Die twee moet overigens de 3 zijn. Brazilië, natuur en mens, omdat het de derde is wat we behandelen. De eerste was beelden van Brazilië, de tweede de natuur in het algemeen en nu komt de mens erbij. Want wij gaan het hebben over wat de mens nou heeft gedaan met dit schitterend gebied. De mens is heel erg actief geweest. Ze hebben gekeken naar een groot land vol met hulpbronnen en mogelijkheden. En daar hebben ze dus ook de nodige gebruik van gemaakt. Waar gaan wij naar kijken? Deze aantekening zal bestaan uit 2 delen in totaal. Groei en iets over verstedelijking. We beginnen met het onderdeel groei. Daarbij gaan we kijken waar de meeste mensen in principe in Brazilië wonen. En dat heeft te maken met bevolkingsspreiding en bevolkingsdichtheid. Bevolkingsspreiding is waar de meeste mensen zich verspreid hebben over een land. En in Brazilië kan je dus zien aan de hand van die donkere rode kleurtjes, dat de meeste mensen in principe gewoon aan de kust wonen. Dus de meeste mensen in Brazilië, als het gaat om bevolkingsspreiding, die zijn verspreid over de kust en de resterende deel van Brazilië is best wel dun bevolkt, om het zo te zeggen. Als het gaat om bevolkingsdichtheid is waar wonen de meeste mensen in principe, dus zeg maar hoeveel mensen wonen er op elkaar. Des te minder mensen op elkaar wonen, des te in ieder geval in de buurt van elkaar wonen, des te lager de bevolkingsdichtheid. En des te meer mensen in de buurt van elkaar wonen, des te hoger de bevolkingsdichtheid. En je kan dus zien dat in Brazilië is de bevolkingsdichtheid ook het hoogst aan de kust en het is veel minder hoog in de rest van het land. Brazilië heeft dus behoorlijk wat steden in de buurt van de kust. Kijk, als je heel goed kijkt, dan zie je ook dat de grootste steden, Fortaleza, rechtsboven, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, zijn allemaal steden in de buurt van de kust. Dus de meeste steden bevinden zich aan de kust. Vandaar dat je ook kan spreken van een ongelijke bevolkingsspreiding. Dat houdt in principe in. Het land is niet gelijk verdeeld. Anders zouden mensen overal en nergens wonen. Maar nu woont iedereen gewoon in de buurt van de kust. En een aantal mensen die wonen maar in het binnenland. Daarbij kan je dus zeggen, de kustgebieden zijn dicht bevolkt. En de binnenland is dun bevolkt. Maar de vraag natuurlijk hierbij is, hoe kan dit? En daar zit gewoon een heel simpel reden achter. Daarbij moet je een beetje denken aan geschiedenis. Stel je voor, je bent een kolonist. Je arriveert in Brazilië. Wat is de eerste locatie waar je in principe aankomt? Dat is natuurlijk de kust. En de oudste locaties in Brazilië, die hebben dus een historische reden waarom ze de oudste locaties zijn. En waarom ze zich vooral aan de kust bevinden. Dat heeft dus te maken met dat de kustprovincies, die zijn het oudst en de reden daarvoor is, het heeft gewoon te maken met dat zijn de eerste plaatsen waar de kolonisten aan zijn gekomen. Voornamelijk het noordoosten, dus bij Fortaleza en Recife, maar ook Salvador. Dat zijn dus de plaatsen waar eigenlijk de oudste nederzettingen te vinden zijn. Dus suikerrietplantages, die werden daar ontwikkeld, waar vooral slaven werkten.
Het noordoosten is dus heel dicht bevolkt aan de kust, puur vanwege het feit dat daar eigenlijk de meeste mensen naartoe zijn gegaan toen de kolonies voor het eerst begonnen. Dit is in principe gewoon de simpele reden waarom in het noordoosten behoorlijk wat steden te vinden zijn. Dat heeft te maken met de koloniale verleden. Wat is er toen gebeurd? Vervolgens is die kolonie is steeds populairder geworden. En waar ga je dan naar kijken? Naar andere gebieden. Nou, je hebt nog een heel zuidkust. En in principe dachten ze toen van, nou, die noordkust, dat zijn oude steden. We gaan het zuiden, gaan we echt in elkaar zetten voor nieuwe mensen die er aankomen, puur om economische winst te behalen. Wat gebeurde er toen? Steden in het zuidoosten kwamen wat later, omdat in het noordoosten hebben ze eindelijk een beetje een goede basis gelegd. En toen dachten ze van, we gaan in het zuiden, gaan we ons verder verspreiden. En dat wordt echt economisch als wat. We gaan er echt alles wat we uit dit land kunnen halen, dat gaan we eruit halen. Vandaar dat in het 18e en 19e eeuw in het zuidoosten er meer steden bij kwamen vanwege een groei in mijnbouw, een groei in koffieteelt. En er kwamen dus steeds meer mensen in het zuidoosten te wonen vanwege deze werkzaamheden. Later kwamen er ook fabrieken bij in 1930. Toen begon de industrialisatie. Mensen hadden nog meer reden om naar het zuiden te gaan. En voornamelijk de Europese migranten zagen kans hierin. Want ze hoorden van, hey, Brazilië is echt een hotspot als het gaat om werk, als het gaat om mogelijkheden. Vooral mensen met een wat lagere opleiding, die konden daar best wel goed een baan vinden in de mijnbouw, de koffieteelt, in de fabrieken. En heel veel migranten zijn daar dus naar toegegaan. En in het binnenland bleef het gewoon verrassend rustig. Zeg maar, het gebied dat dus zich allemaal in het westen bevindt van Brazilië, was voor een hele lange tijd eigenlijk gewoon dun bevolkt. Het was voornamelijk een gebied van avonturiers, van grootgrondbezitters, mensen die gewoon heel veel grond zochten of mensen die avonturen zochten in de grote jungle. Het binnenland kan je eigenlijk vergelijken met het wilde westen van Amerika. Je had dus dat die kolonisten in de Verenigde Staten aankwamen. En het westen was zeg maar het land van de cowboys, van de indianen, waar eigenlijk op avontuur ging. In Brazilië was dat hetzelfde geval. Het oosten, de kustgebieden, waren heel bekend. En het binnenland, oftewel de westen, was een soort van grote jungle vol met mensen die land zochten, maar ook avonturiers die benieuwd waren naar Maya, goud en schatten, et cetera, die daar te vinden zijn. En onze heer Indiana Jones is daar misschien wel het grootste voorbeeld van. Die is letterlijk gewoon afgeleid van het feit dat mensen toendertijd avontuur zochten in de jungle. Zeer bijzonder. Maar dan weet je dat in ieder geval. Daar komt een soort van de Wilde West van Brazilië vandaan. Al die avonturiersfilms, dat is van dit. Hier zien we het wederom. Noordoosten heel dicht bevolkt. Het Zuidoosten is flink aan het groeien vanwege de economie. En het binnenland, daar valt het een beetje tegen. En dit zal voor een tijdje nog blijven. Want mensen gaan steeds meer naar het Zuidoosten toe. En de reden daarvoor, het is gewoon economisch, is daar gewoon heel veel te beleven. Je kan er namelijk een goed baan vinden. Er zijn behoorlijk wat populaire steden daar, zoals Rio de Janeiro en São Paulo. En wat gebeurt er dan? Al die mensen en bedrijven, die gaan dus naar het Zuidoosten toe. En doordat ze dit doen, groeien de steden daar steeds meer en meer. Ook hele kleine steden, die zijn nu aan het groeien omdat er steeds meer mensen bij komen. En wat krijg je dan? Je krijgt een groot stedelijk netwerk. En wat houdt dat in? Je krijgt een gebied vol met steden. Je ziet het hier al op het plaatje. Het is steden zover het oog in principe kan zien. En heel veel van die gebieden dus in het Zuidoosten zijn een stedelijk netwerk geworden. Hier zie je op een satellietfoto. Dit is dan Rio en hoe ver in principe de steden gaan. Het kaartje is nog veel groter dan dit. En heel veel steden in het zuiden zijn dus heel erg aan het groeien. Dit gaat gewoon voorbij de bergen. Heb je gewoon nog steden. En al die kleine steden groeien dan naar elkaar toe. Al die grote steden groeien naar elkaar toe. Het zuiden is in principe gewoon een groot stedelijk gebied geworden. Maar waarom gaan al deze mensen hierheen? Er zit een heel simpele verklaring hierachter. De reden dat de urbanisatietempo, oftewel de verstedelijking, zo flink aan het toenemen is, dat heeft te maken met het feit dat
op het platteland is er gewoon niet zo heel veel werk. De meeste armoede vind je op het platteland, omdat daar machines banen overnemen, mensen daar niet zo rijk zijn, akkers zijn slecht aan het worden, dus ze moeten echt iets anders vinden. Dan gaan ze maar een baantje zoeken in de fabrieken. En omdat er juist meer fabrieken worden gemaakt in die grote steden, gaan juist heel veel mensen er naartoe. Oftewel, armoede op het platteland betekent werk zoeken in een fabriek die mensen zoeken. En daarom gaan heel veel mensen naar het Zuidoosten toe. Probleem alleen hiermee is dat het Zuidoosten heeft onvoldoende huizen, maar ook onvoldoende werk om al die mensen op te vangen. Want zeg maar, er zijn dus zoveel mensen die daar naartoe gaan, dat het gebied het gewoon niet trekt. Zeg maar, er komen allerlei krottenwijken bij, omdat er op een traag tempo huizen worden gemaakt. En het werk dat er is, en dat is behoorlijk wat, is zelfs niet genoeg voor de hoeveelheid mensen dat daar naartoe komen. De overheid is wel bezig dit op te lossen. Dit doen ze door in plaats van mensen soort van te motiveren om naar de kust te gaan, willen ze mensen motiveren om in het binnenland te blijven. Wat doen ze nou? Een hele extreme voorbeeld. Dit gebeurt vaker dan je denkt. In 1960 hebben ze in plaats van Rio de Janeiro hebben ze gezegd, dat is niet meer de hoofdstad. Brasilia wordt de hoofdstad. En Brasilia, dat is dit schitterende stadje in het midden. Dus bij dat stukje Centraal-West en Zuidoosten zie je Brasilia in het midden. Dat is de nieuwe hoofdstad die ze hebben bedacht om mensen daar naartoe te trekken. Heel veel nieuwe banen, heel veel mooie huizen hebben ze gemaakt. En ze wilden gewoon heel graag dat mensen daar naartoe gingen. Werkte het? Gedeeltelijk wel. Er zijn behoorlijk wat mensen daar naartoe gegaan. Maar de meeste mensen wonen nog steeds in het Zuidoosten, Noordoosten. Puur vanwege het feit. Het is net alsof ik tegen jullie zeg van, jongens, waar woon je liever? Rotterdam of Deventer? In Deventer heb je allerlei leuke banen. Maar uiteindelijk weet je diep van binnen dat je toch wel liever in Rotterdam of Amsterdam of Den Haag blijft. Omdat daar gewoon de meeste dingen gebeuren. Dus het plan is soort van gelukt, maar ook niet echt. Ze hebben er echt alles aan gedaan om die mensen naartoe te lokken ook. Ze hebben zelfs wegen verbeterd, zodat je echt in een rap tempo met de trein daar gewoon heen en weer kan gaan. Dus mensen, de overheid wilde heel graag dat mensen naar Brasilia gaan. Dus nieuwe hoofdstad, nieuwe huizen, werk, infrastructuur, wegen. Ze hebben echt van alles geprobeerd. Het is gedeeltelijk gelukt, maar ook niet echt. Het is wel een heel indrukwekkend stad, moet ik je zeggen. Je ziet ook gewoon dat het helemaal nieuw is. Ze wilden een soort van groot open gebied creëren waar iedereen eigenlijk terecht kan. Dus een plaats waar je een grote park. Dit is zeg maar letterlijk het centrum van de stad. Het heeft een grote park in het midden. Heel erg open. Alsof je in principe tot aan de horizon gewoon verder kan kijken. Dit is soort van wat ze wilden creëren. Een gevoel van openheid. Een gevoel van dit is onze Brazilië. En dat iedereen hier welkom is. Het is best indrukwekkend van ver. En ze hebben wel echt hun best gedaan om er echt wat moois van te maken. Dit is best een indrukwekkend plaatje. Dit was dus hun tactiek om mensen in principe meer naar het binnenland te lokken. Deel 2 gaan we ook weer kijken naar steden. Dit is gelijk ook het laatste gedeelte. Ze hebben mensen geprobeerd te lokken naar het binnenland, maar dat is niet altijd gelukt. De meeste mensen wonen nog steeds in het Zuidoosten, Noordoosten. En wat je zult opmerken, en dit zie je ook heel mooi op deze afbeelding, is dat in Brazilië wonen de mensen echt overal en nergens in die steden. Het slaat helemaal nergens op. In Rotterdam heb je nog zoiets van, nou, het centrum van de stad, wolkenkrabbers, van die rijke, leuke gebouwen waar je eigenlijk tering veel geld voor moet betalen om daar te kunnen wonen. Eromheen wat rustigere wijken. Daaromheen heb je de groenere wijken. Zeg maar dat er een soort van patroon is van je weet waar je in Rotterdam bevindt. Weet je, centrum, midden, verderop en dan helemaal aan het eind de wat plattelandachtige gebieden. In Brazilië heb je dit totaal niet. Want zowel de arme mensen als de rijke mensen, die wonen gewoon letterlijk door elkaar heen. En dat zie je dus ook hier heel mooi. Rijke gebieden rechts zit gewoon een dikke hek tussen, arme gebieden links. Dit is hoe het in Brazilië werkt. Mensen die wonen gewoon overal en ze zien het wel waar het heen gaat. En om je even een voorbeeld te geven, en dit moet je dus echt weten, doordat iedereen gewoon door elkaar heen woont, is er sprake van fragmentatie in Brazilië. Dat betekent verbrokkeling, oftewel het zijn allemaal losgevallen stukken dat de stad vormen. Als je kijkt naar dat kaartje, en daarin kan je dus eronder zien wat alles betekent,
Er zit geen vorm van logica in waar de meeste mensen wonen. Je hebt wolkenkrabbers rechts, je hebt wolkenkrabbers links, arme wijken rechts, arme wijken in het midden, rijke wijken in het onderste gedeelte, maar ook arme wijken. Iedereen doet maar wat. Er zit geen structuur in, omdat iedereen in Brazilië ergens gaat bouwen, ergens gaat wonen, zonder enigszins een plan. Vandaar dat dit kaartje er ook echt uitziet als een puinhoop. En je kan zeggen dat de stad verbrokkeld is, omdat iedereen maar gewoon wat aan het doen is. Braziliaanse steden zijn dus heel erg gefragmenteerd, omdat iedereen maar woont waar hij wilt wonen en bouwt waar hij wilt bouwen. Een voorbeeld van zulke bouwsels gaan we dus bekijken voor zowel de rijke mensen als de arme mensen. De rijke mensen wonen in zogenaamde gated communities. En een gated community is in principe een groot gebied waar er een hek omheen staat. En dat hek wordt in principe bewaakt door een bewaker, prikkeldraad, camera's. En de enige manier hoe je binnen zo'n woonwijk kan komen is met een kaartje of een bewijsje dat je daar ook echt woont. Een gated community, oftewel een hekwerkwijk, is een woonwijk waarvan alle in- en uitgangen afgesloten zijn. Zodanig dat er controle is op wie er de wijk in- en uitgaat. Oftewel, mensen die hier wonen, die willen gewoon dat hun omgeving bewaakt is. En je hebt meerdere soorten van deze gated communities. Sommige bestaan bijvoorbeeld uit 4 huizen waar een hek om staat, waar dus een aantal mensen wonen met een bewaker. Sommige bestaan letterlijk uit een heel woonwijk waar er dus een hek omheen staat waar je dus naar binnen kan komen. Dat zijn zo'n 12 huizen. En soms heb je gewoon hele wijken, bijna hele steden, dat daar gewoon in zitten met een hek eromheen. Puur beveiligd, zodat de arme mensen, de criminelen, daar niet binnen kunnen komen. Om je even een voorbeeld te laten zien. Dus wat je hieronder ziet, bijvoorbeeld dat rechtsonder, dat zijn een aantal huizen. Maar je hebt dus ook bijvoorbeeld dit. Dit is gewoon een heel eiland dat beveiligd is met een hek. Je kan hier gewoon niet in zonder bewijs, zonder een pasje. En je hebt oprecht kinderen die tot een tiende gewoon niet uit deze gated community zijn gekomen. Omdat als je goed kijkt, je hebt er van alles. Je hebt er tennisvelden, je hebt er winkelcentra, je hebt er wolkenkrabbers, je hebt er zwembaden. Je kan van alles doen. En dit is dus hoe de rijke mensen besluiten te wonen, hele rijke mensen, die zonderen zich af van de omgeving en wonen soort van in een bubbel om zichzelf te beschermen. En dit is dan echt een extreem voorbeeld van een gigantische gated community. Tweede voorbeeld, dat zijn dus waar de armen wonen. Dat zijn deze sloppenwijken. En slums, wordt ze ook wel genoemd, die staan er niet bekend om qua kwaliteit. Zijn meestal zelfgebouwde huizen. Je wordt namelijk niet beschermd van de omgeving, oftewel het weer. Als het gaat regenen of het gaat stormen, dan heb je gewoon een big ass probleem. Meestal wonen er meerdere mensen in zo'n wijk, in zo'n huisje, dus zo'n slum, omdat je daar met gewoon heel je familie zit. Dus het is er behoorlijk krap. De riolering en drinkwater is er meestal niet zo goed. De reden daarachter heeft te maken met die rioleringssysteem. Het is een zelfgemaakt huis. Dat betekent dus dat ook dat systeem in elkaar gezet moet worden. En soms wordt dat niet gedaan of heel slecht, waardoor het drinkwater vervuild is en de wc's niet zo goed werken. Soms ook maar 1 wc per 30 mensen, dat is ook niet zo fijn. En het is ook niet zeker dat jij eigenaar blijft van deze woning, omdat je het natuurlijk zelf hebt gebouwd op iemand anders grond. Soms worden er dus zoveel van die huizen gebouwd dat de grondeigenaar zegt van weet je, ik ga niet moeilijk doen. Ik accepteer dat jullie dit hebben gedaan, ik laat jullie hier wonen, doei. En soms pakken ze de politie en heel bulldozers erbij om even de mensen te verwijderen. Aantal voorbeelden van deze huizen. Het zijn er 2. Je hebt namelijk degene rechtsboven. Dat zijn wel de bekende. Dat zijn de favela's. Dat zijn kleine woningen op plaatsen die daar niet geschikt voor zijn. Meestal zelfgebouwde huizen van allerlei soort materiaal. En ze worden vaak gebouwd op plaatsen bijvoorbeeld naast rijke huizen, op een berg. Waar ze maar kunnen, waar ze maar plek vinden, daar worden die favela's gemaakt. En ze zijn ook niet bepaald heel veilig. Je ziet bij Rio de Janeiro vaak op zo'n heuveltje dat daar van die favela's zijn. Van die zelfgebouwde krottenwijken. Niet zo handig.
De tweede soort woning, en die zie je rechtsonder, zijn van die oudere huizen. Meestal echt van die koloniale huizen, die een beetje worden opgepimpt door de buurt. Die noem je cortico. Dat is een oude vervallen gebouw, meestal in het midden van de stad. En die wordt dus zeg maar weer hergebruikt door de mensen die daar in principe een woning zoeken. Die pakken gewoon zo'n oude woning, upgraden het een beetje voor zichzelf, gaan daar gewoon wonen. En dat is het. Dus je hebt eigenlijk twee soorten keuzes. Of je maakt je eigen huis zelf. Meeste mensen doen gewoon dit. Of je pakt zo'n cortico, dat is wel een stuk lastiger, omdat daar meestal al mensen in wonen. En dan ga je die een beetje uppimpen. Dit was uitleg van deel 3, in ieder geval over versteden, de mens en natuur. Volgende keer beginnen we met het project. Denk alvast even na over een groepje. En dan zie ik jullie aankomende donderdag. Dankjewel voor de tijd en ik wens jullie een hele fijne dag.